Goeden zijn bezig aan een revival en dat hebben ze ook bij Xandris begrepen. Tijdens de opening van een nieuwe winkel in Knokke lanceert de zangeres Josje Huisman haar eigen ontwerp. Ik heb hem op en het is een stevig materiaal, vilt, wolvilt. We hebben het afgewerkt met ongeveer dezelfde tint lint, goed breed lint, vind ik heel chic. Zoals je ziet is de rand heel sterk en heel strak en dat vond ik wel een leuke afwisseling, omdat heel veel hoeden vaak een beetje floppy zijn. Dus ik vind hem elegant en stoer, vrouwelijk, zacht. Ja. Waarom wij inzetten op hoeden is omdat voor ons letterlijk een hoed maakt een silhouet af. Is letterlijk een accessoire, maakt een silhouet ook vrouwelijk, ook tijdloos, ook kwalitatief. En voor ons was eigenlijk de link naar hoeden waar we eigenlijk geen ervaring mee hebben, vrij logisch op die manier. Het is terug een trend en wij zien het vaak op de catwalk. En omdat we zagen dat Josje daar ook mee bezig was, dachten we van ja, laten we dat gewoon samen doen. En zo is die co-creatie tot stand gekomen. Ik maak sinds 5 jaar of zo zelf mijn hoeden. Ik vind het leukste accessoire dat er bestaat, laat ik het zo zeggen. Van alle accessoires die je kan bedenken vind ik de hoed echt de ultieme topper. En ik vond het altijd moeilijk om mijn eigen smaak te vinden. De juiste maat, toffe details, goede afwerking. Ik dacht, nou, dat wil ik zelf gewoon leren. Dus ik heb me daarin verdiept sinds een aantal jaren. Dus des te leuker is deze samenwerking nu, omdat ik echt gewoon alles wat ik al heb geleerd, wat ik weet over hoeden, de kennis die ik ervan heb, echt kon delen. Het is natuurlijk een beetje een soort van mysterie, hè, hoeden maken. Van de Mad Hatter, hoe is die hoed tot stand gekomen? Goeie vraag. Komt veel bij kijken. Het wordt met stoom eerst heel warm gemaakt, dan wordt het in zijn vorm getrokken. Dat moet dan weer een tijdje drogen. Dan moet je gaan nadenken, hoe ga ik hem afwerken? Van binnen komt een lint, kan je materiaal kiezen wat je zelf wil. Van buiten komt vaak een lint of een ander versiersel. Hier wordt de rand wordt scherp afgesneden. Dat hoeft ook niet per se, je kan... Ja, wat komt er bij kijken? Veel, zoals je hoort. Ik heb ze niet allemaal met de hand gestikt, maar ik heb wel een prototype gemaakt. En we hebben een hele fijne fabrikant gevonden in de buurt die voor deze hoede in heeft gestaan en ook met de hand heeft afgewerkt. Classy, casual, chic, dromerig of zelfs sportief. Als je slim combineert, past een hoed bij vele outfits. Al is het natuurlijk ook een kwestie van durven. Ik snap dat het voor sommige mensen misschien een drempel is. Anderzijds is het iets dat je echt een toffe look geeft, echt je outfit af kan maken. Je kan ook je outfit helemaal om je hoed heen bouwen. Maar ik zou zeggen, als je een beginner bent in de hoedengame, dan moet je naar de winkel zelf gaan, daar op je gemak een hoed passen. Zorgen dat je haar ligt zoals het altijd ligt, dat je niet net uit de sportles komt met zo'n rood hoofd, maar dat je echt gewoon uitziet zoals je je goed voelt. En dan op je gemak gewoon gaat kijken wat het beste bij je past. Natuurlijk zijn er allerlei regels van, ah ja, met een rond hoofd sta je met alles, met een vierkant hoofd kan je beter een rondmodel, al dat soort dingen. Ja, je haar doet er ook toe. Maar aan de andere kant denk ik, weet je, als je die hoed gewoon te gek vindt, dan is dat het allerbelangrijkste en staat die sowieso goed. Als je bijvoorbeeld echt een hele grote bos haar hebt, dan kan je best een grote hoed hebben, als het ware. Maar met dit model denk ik dat je met elk kapsel wel goed zit. Ik heb het nu strak naar achter, zoals op het campagnebeeld, omdat ik dat wel tof vond. Maar je kan het ook gewoon prima los laten hangen. Ik draag hem een beetje naar achter, zodat mijn pony een beetje mooi in beeld is. Maar je kan hem ook net zo goed gewoon eroverheen dragen. Dus met deze hoed zit je eigenlijk altijd wel goed qua haar. Als je je hoed gaat kopen en je twijfelt over de maat, zou ik altijd adviseren om de ruimere maat te nemen. Omdat je dan altijd nog een beetje kan variëren met hoe je hem draagt. Ook hoe je je haar eronder doet of als je het leuk vindt, zoals Alicia Keys van vroeger, weet je wel. Zo een sjaaltje eronder of zo. Ik vind dat helemaal te gek. Maar je moet dat wel durven natuurlijk.